Na het ontdekken van fotogevoelige materialen begon de film, met al zijn grafische elementen, het grote publiek te bereiken. In 1897 startte Thomas Edison met het gebruik van een bord met tekst om de bedrijfsnaam te tonen, samen met een copyrightmelding. Filmmakers markeerden de eerste meters van een rol film met hun eigen namen, omdat alle filmrollen op elkaar leken. Met de verdere ontwikkeling van het medium werden deze met de handgeschreven borden vervangen door tekstborden die dienen als aankondiging voor de film. Soms werden ze versierd met een decoratieve omlijsting, al waren ze in eerste instantie bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen contractuele verplichtingen werden geschonden. Met de komst van film met geluid veranderen ook deze openingstitels. Het duurde niet lang voordat de acteurs die de hoofd- en bijrollen speelden een opwachting maakten aan het begin van de film. De openingstitels kregen hierdoor steeds meer de rol van portaal tot de films. De komst van de televisie had als gevolg dat mensen veel vaker thuis bleven in plaats van naar de bioscoop te gaan. Dit stimuleerde de filmmakers om hun medium opnieuw uit te vinden. Naast het breedbeeldformaat en het gebruik van kleurenfilm produceerden ze ook ingenieuze openingstitels die bedoeld waren om de aandacht van het publiek te vangen, zelfs voor het begin van de film. In de loop van de jaren 50 werden deze openingstitels op zichzelf al kleine films, die meer te bieden hadden dan alleen het introduceren van de acteurs. Saul Bass was een van de ontwerpers van deze openingstitels. Hij stond bekend om zijn pionierswerk en innovatie en werd vooral geroemd om zijn werk met producers als Otto Preminger en Alfred Hitchcock. In deze periode begonnen naast Saul Bass ook andere grote ontwerpers aan hun carrière, waaronder Pablo Ferro en Maurice Binder. Zij waren gedurende vele jaren bepalend voor het ontwerp van openingstitels, totdat nieuwe technologische ontwikkelingen leidden tot een tweede renaissance van het medium. Een nieuw tijdperk werd ingeluid met de introductie van de computertechnologie. In 1978 werden computergegenereerde titels voor het eerst toegepast bij de film Superman. Dit fascineerde het publiek omdat de graphics de illusie wekten multidimensionaal te zijn en te bewegen op een manier die men voorheen voor onmogelijk hield. Begin jaren 80 werden computers met grafische gebruikersinterfaces beschikbaar voor ontwerpers. De
De digitale revolutie kwam helemaal op gang in de jaren 90 met de komst van het gebruiksvriendelijke softwarepakket After Effects. De nieuwe technologie maakte het eenvoudig voor producers en ontwerpers om hun openingstitels op het scherm te visualiseren. De digitale revolutie blies ook nieuw leven in analoge technieken en stijlen en maakte een fusie mogelijk tussen oude trends en nieuwe technologie. In de afgelopen jaren maakten de openingstitels steeds meer gebruik van typografie en ruimte. Soms ging het wel ten koste van de leesbaarheid. Er zijn meerdere overeenkomsten te bespeuren tussen de verschillende decennia. Sommige openingstitels zijn ontworpen als een onderdeel van de cineastische ruimte. Ze delen elementen met de setting van de film die gaat komen. Het is tegenwoordig niet ongewoon dat de openingstitels beperkt worden of zelfs helemaal komen te vervallen. De films van Woody Allen zijn hier een voorbeeld van. In de jaren 90 leek de aanpak van Kyle Cooper van de openingssequentie van Mimic op dat van Seven, met het eindeloze scrollen van de credits in kleine letters langs het scherm. In de jaren na het millennium overvalt de filmmaker als Gaspar Noé de kijker met een wervelwind aan visuele en auditieve aanvallen.